Ik wilde u meenemen naar november 2016. Minister Stef Blok is op rondreis. Hij bezoekt Singapore, Hongkong, Seoul, Tokio. Met één doel. Sociale huurwoningen verkopen. En hij belooft aan beleggers, dit is een goede investering. We hebben de markt gedereguleerd, de huren mogen stijgen. En het was niet de eerste reis die minister Stef Blok maakte om Nederlandse sociale huurwoningen in de uitverkoop te doen. Blok was er trots op. En stel, je bent een van die huurders. Je ging ooit huren bij een corporatie. En vervolgens wordt jouw huis door een minister verpatst aan een investeerder. En je kunt daar als huurder niet of nauwelijks iets tegen doen. En deze huurders hebben nu al een minder goede positie dan andere huurders. En ze betalen nu al 68 euro per maand meer huur. Voorzitter, dan naar het voorstel van vandaag. Want het is echt goed nieuws, meen ik oprecht, dat dit kabinet erkent dat de huren voor velen te hoog zijn. En ik denk dat we daar echt de vorige periode, zijn een aantal woordvoerders die er toen ook al waren, echt moeite hadden om het kabinet dat bij te brengen. Dus wij zijn daar oprecht blij mee, voorzitter. Maar, want sociale huurders die bij een corporatie huren en een inkomen tot 120% van hun minimum verdienen en een huur betalen boven de 575 euro, krijgen die huurverlaging. Maar voorzitter, als je sociale huurder bent met hetzelfde inkomen, precies hetzelfde inkomen en een huur boven de 575 euro, maar je huurt niet bij een corporatie, dan krijg je niets. Dus als minister Blok, noemde hem net al, jouw huis heeft verkocht aan een belegger, dan zegt deze minister, jammer voor je, ik dupeer je nog een keer. 100.000 huurders die het gemiddeld 126 euro per maand zou schelen. Voorzitter, en dat is niet een klein groepje, zoals de heer Geurts net zei. 100.000 huurders. En dat is onrechtvaardig. En dat zegt ook de Raad van State. En in december dienden wij al een amendement in om te zorgen dat ook die huurders die net zo goed geraakt worden door de huidige crisis, ook gebruik zouden kunnen maken van deze huurverlaging. En toen kregen we 68 stemmen voor ons amendement. En inmiddels zien we meer partijen twijfelen. En daarom brengen we het opnieuw in stemming. Voorzitter, we zeiden het al. De SP is voor huurverlaging. Maar dit wetsvoorstel schiet helaas op nog meer punten tekort. De huurverlaging vervalt namelijk als je verhuist naar een andere sociale huurwoning. Bijvoorbeeld als je vanwege medische urgentie of zorg moet verhuizen. Of vanwege eventuele renovatie of sloop van je woning kan dat gebeuren. Je kunt er niks aan doen. Het kabinet wil ook dat de doorstroming er is. Maar je gaat dan als huurder wel meer huur betalen. En dat is toch onrechtvaardig, vraag ik aan het kabinet. Moet je voorstellen bijvoorbeeld dat je in een huurwoning in Groningen woont. En die is door gaswinning, door dezelfde overheid, onveilig. En een heleboel huurwoningen in Groningen moeten worden gesloopt vanwege die onveiligheid. En dan verlies je dus waarschijnlijk die huurverlaging, vraag ik aan het kabinet. Dus aan de ene kant woon je door schuld van het kabinet, medeschuld door het kabinet, in een onveilig huis. En vervolgens raak je ook nog die huurverlaging kwijt als daar iets aan wordt gedaan. Dat kan toch niet waar zijn? Graag een reactie. Voorzitter, dan, er is met dit voorstel voor gekozen om alleen sociale huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die huurverlaging te geven. En we zien nu dat heel veel regelingen precies tot die grens gaan. Je zult maar 1% meer verdienen of een paar procent, voorzitter. Geen huurverlaging, maar ook een optelsom aan regelingen niet, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag. En wij maken ons ook zorgen over die groep. 121, 122. Hoe ziet het kabinet dit? Voorzitter, en ook huurders met een inkomen tot 120% van wie de kinderen ouder zijn dan 27, die thuis wonen en een eigen inkomen hebben, soms vaak een flexibel inkomen, die komen niet in aanmerking, voorzitter. En dat is heel lastig, omdat juist die groep vaak heel graag een eigen woning wil, maar door de wooncrisis niet kan verhuizen. Is het dan wel redelijk om ze uit te sluiten voor die huurverlaging? Voorzitter, tot slot. Dit voorstel
voor huurverlaging voor een specifieke groep lichter. Maar er ligt ook een voorstel van het kabinet voor de huurtoeslag en de invoering van de zogenaamde normhuurquote. En 2/3 van de huurders gaan er met dat voorstel op achteruit. En in november zeiden we al niet doen, haal dat voorstel van tafel. Een motie die we indienden haalde toen absoluut geen meerderheid. Maar deze week zei de Raad van State hetzelfde, haal het van tafel. Voorzitter, en dan zou echt, wij herhalen onze woorden van toen, herhaal het alsjeblieft van tafel. Want je mag dit niet als soort zwaard van Damocles, juist bij een groep, de heer Geurts noemde net, ze zakken mogelijk door het ijs. Ze hebben echt financiële problemen. Haal dit voorstel van tafel, zodat dat niet nog verder mensen in onzekerheid brengt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bekkerman.